Dit is de uitslag van nummer 1. Een paard met voldoende rastype, maar zou ietsje meer uitstraling mogen hebben in het front. En mist ook wat jeugd. In de bouw is voldoende goede bovenlijn, maar zou wat meer opwaarts gebouwd kunnen zijn en ook een wat langer voorbeen mogen hebben. Het beenwerk is correct en goed droog, goede hoeven ook. In de stap is voldoende takt, maar zou meer activiteit in spronggewricht kunnen laten tonen. In de draf is voldoende takt, maar mist wat oprichting en hij loopt iets op de voorhand. Paard krijgt een derde premie. Number one gets a third premium. Dit was de presentatie van nummer 2. Een paard wat vroeg rijp is. Een beetje een klassieke opdrucht heeft, maar wel een mooie lichte hoofd-halsverbinding. De bouw is ietsje gerekt en in de rug zou die wat sterker mogen zijn. En zou ook wat opwaartser gebouwd mogen zijn. Het beenwerk zou in het voorbeen correcter moeten zijn, wat erg toontredend. In de stap is voldoende takt. Is ook wel ruim, maar zou wat meer activiteit mogen laten zien. En in de draf is ook voldoende takt, maar mist souplesse en ruggebruik. En zou ook wat meer oprichting mogen laten zien. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. This horse is taken in a studbook without premium. Thank you.
Nummer 3, een paard met een mooi rastype, een edel hoofd, een lichte hoofd-halsverbinding en een lange verticale hals. In de bouw is hij wat neerwaarts gebouwd. Heeft ook weer positieve punten, een lang schouder. En verder wel een mooi in verhouding. Dit beenwerk is iets gehoekt en zou het voorbeen ook iets correcter mogen. De stap heeft voldoende takt, zou het voorbeen iets verder weg mogen zetten. Dit paard valt op door zijn krachtige achterbeen in draf en de opwaartse beweging. En mede door zijn goede ras en zijn goede draf wordt hij ster met een tweede premie. Paard nummer 4, een paard met een jeugdige uitstraling, mooie lange hals en ruim voldoende rastype en behang. In de bouw zou die wat opwaartse gebouwd mogen zijn en is in de rug valt hij wat weg. Hij zou een sterkere rug moeten hebben. Het beenwerk is ruim voldoende droog in het spronggewricht, is ietsje gehoekt en zou ook linksvoor ietsje correcter mogen. De stap is met veel takt en ritme. In het draf zien we graag dat hij meer ruggebruik laat zien en meer souplesse. En door zijn goede rastype en de goede stap wordt hij opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 4 is teken in de studboek met een third premium.
Paard nummer 5. Paard met goed rastype, goede verticale en lange hals, goede opzet. In de bouw is de bovenlijn ruim voldoende en ook goede verhoudingen. Het beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit. In de stap zou hij achter wat meer door moeten treden. Hij heeft wel voldoende takt, maar zou wat meer ruimte mogen maken. In de draf heeft hij een zeer actief achterbeen en ook voldoende oprichting. En zijn souplesse. En vanwege de goede draf wordt hij opgenomen in het stamboek en ster met een tweede premie. Oh. This horse, number 5, is entered in the studbook with a second premie, Scatting Star. Paard nummer 7 is een paard met een goede hoofduitdrukking en een lange hals. Voldoende jeugd. De bouw zou ietsje meer opwaarts gebouwd kunnen zijn en is in de rug ietsje week. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, alleen in het voorbeen zou het ietsje correcter mogen zijn.
De stap heeft ruim voldoende takt en regelmaat, zou ietsje meer activiteit in het achterbeen mogen laten zien. De draf zou die meer ruggebruik moeten laten zien en ietsje meer kracht in het achterbeen. Het paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 7 is taken in het studboek met een third premium. Paard nummer 7, paard met een goed front, zou in het hoofd iets meer uitdrukking mogen hebben, maar heeft een goede lange halsvorm. In de bouw is goed gebouwd met mooie verhoudingen, brede lendenen en een goed schouder, goede bovenlijn. Beenwerk is heel droog en correct, mooie kwaliteit beenwerk. In de stap zouden we graag ietsje meer doortreden in het achterbeen willen zien, ietsje meer takt. In de draf heeft hij voldoende takt, valt ietsje uit elkaar, maar heeft wel voldoende schwung. Door het goede front en het goede beenwerk wordt hij opgenomen in het stamboek en ster met een tweede premie.
Paard nummer 11 is een langgelijnd paard. Met een goed front, lange hals. Een mooie bovenlijn. Zou ietsje bespierder kunnen zijn, maar het is een driejarige merrie natuurlijk. Beenwerk is van goede kwaliteit. De stap is heel positief, met veel tact, veel ruimte, ook goed ruggebruik. Heel veel schwung erin. En in de draf heeft hij veel oprichting en een mooi natuurlijk talent om opgericht te lopen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek en wordt ster met een eerste premie. Yeah! Nummer 11 is getting in the studbook and star with the first premium. Paard nummer 13, een paard met ruim voldoende rasuitstraling, goed gevormde hals. In het hoofd zou hij iets meer uitdrukking mogen hebben. De bovenlijn is goed, alleen het kruis is iets afhellend. Dat is jammer, maar verder is de bovenlijn wel sterk. Heeft goede hoeven, maar is iets gehoekt in het achterbeen en zou iets correcter op de sprong mogen zijn. In de stap is wel taktmatig, maar is iets duwend, zou meer activiteit mogen laten zien en iets meer ruimte in het voorbeen. De draf heeft ruim voldoende kwaliteit. Het voorbeen zou hij iets verder weg mogen leggen. Hij wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 13 is taken in het studboek met een third premium.
Paard nummer 14. Een paard wat in het front ietsje meer uitstraling mag hebben. En ook een wat lichtere hoofd-halsverbinding. Iets meer afbuiging. Goede bovenlijn, dus 11 jaar. Dus een duurzame merrie. Ook het beenwerk is goed droog en mankeert eigenlijk weinig aan. De stap is zeer ruim en met voldoende ruggebruik en ook voldoende takt. In de draf zou hij iets meer draging moeten laten zien. Is ook wat hoog ritme en mist hij een beetje de balans. Maar door het goede beenwerk, goede bovenlijn en de goede stap wordt hij ster met een tweede premie. Paard nummer 11 is getting star with the second premium. It's 11 years old and is very much durability. Paard nummer 15 zou in het front ietsje rijker mogen zijn. Het is wel een mooi zwart paard en in de bovenlijn is hij ietsje week. Goede hoeven en goed droog beenwerk. De stap is zeer ruim. Goede vlotte stap met een goede activiteit. En ook de draf toont hij veel en een goed sterk achterbeen en mooie oprichting. Door de goede beweging wordt dit paard krijgt hij een tweede premie en wordt ster. Horse nummer 15 is getting star, a second premium, because of the movement.
Paard nummer 16. Van rastype ruim voldoende lange hals. Ook goede hoofd-halsverbinding. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis zou iets langer mogen. En het beenwerk zou in de hoeven iets gelijker kunnen zijn. In de stap missen wij een beetje de souplesse en de aansluiting van het achterbeen. En in de draf, hij loopt wat op de voorhand. Het is iets hoger ritme en zou de rug wat meer los mogen laten. Dus vanwege de beweging krijgt hij geen premie. Nummer 16, it gets no premium. Paard nummer 17. Een paard met ruim voldoende rastype. Goede oprichting. Genoeg behang. Goede kleur. De bovenlijn is goed. Iets afhellend kruis. Maar verder is hij duurzaam in de bovenlijn. Heeft goed beenwerk. Goede hoeven en goed droog beenwerk. In de stap
Is wel ruim, maar mist de souplesse en ook de buiging en ook de activiteit. En in de draf heeft een iets hoger ritme, mist wat oprichting. Maar omdat hij in ras, bouw en beenwerk voldoende over heeft, wordt hij voorlopig ster. Kan hij bewijzen of hij de beweging kan verbeteren onder het zadel of aangespannen. Horse nummer 17 is getting professional star. And the horse is getting professional star if the quality of racial type, conformation and feet and legs is sufficient enough. But at this moment we miss a little bit the suppleness in the movement. That's why the horse is getting professional star. Paard nummer 19 zou in het front iets rijker kunnen zijn, ook iets meer hoofd-halsverbinding, wel jeugdig. In de bovenlijn zou die in de rug wat sterker mogen zijn voor een vierjarige en ook in het kruis ietsje correcter
en wat meer opwaarts gebouwd kunnen zijn. Het beenwerk is heel droog, maar is iets gehoekt. Stapt vlot met ruim voldoende takt. En in de draf laat hij ook voldoende krachtig achterbeen zien. Maar doordat hij in rasbouw en beenwerk iets teelt, krijgt hij een derde premie. Nummer 19 is getting a third premium. Paard nummer 20, dat is een langgelijnd paard, zou in het hoofd wat meer uitdrukking mogen hebben, heeft wel een lange hals. In de bovenlijn zou die, is hij iets neerwaarts, zou iets meer bespiering mogen hebben. In het beenwerk is voldoende, ietsje foos in het spronggewricht. In de stap zou iets meer moeten aansluiten, iets meer takt moeten laten zien en in het draf mist hij wat draging en balans, krijgt geen premie. Nummer 20 gets no premium. Thank you.
Paard nummer 21 is ietsje zwaar in het front. De hals zou wat langer mogen zijn en wat minder zware aanzet. De bovenlijn is goed. Het is sterk in de verbindingen. Het beenwerk is voldoende kwaliteit, alleen is gehoekt in het spronggewricht. De stap is ruim en heeft ook veel lengte. In de draf mist die draging en ook het achterbeen zou wat actiever mogen zijn. Het wordt ook wat lang, valt iets uit elkaar. Vanwege de goede bovenlijn en de goede stap krijgt hij een derde premie. Horse number 21 is getting a third premium. After we get a break for half an hour, so we start again at 12:30. We hebben even pauze, een half uurtje tot 12:30. En dan gaan we door met de stermares en de hengsten. After the break we have some starmares and the stallions, volboek stallions. Paard nummer 10, een paard met een goed front en een lichte hoofd-halsverbinding. De bovenlijn is ruim voldoende, het kruis iets afhellend. Het beenwerk is droog en voldoende kwaliteit. De stap is wel actief, maar achter iets voorzichtig, zou wat meer mogen doortreden. De draf heel gemakkelijk, loopt heel erg vanuit zichzelf en met een mooie balans en een goed voor- en achterbeen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek en sterren met een tweede premie.
Paard nummer 22. Een paard wat iets langere hals zou mogen hebben, wel een goede verticale richting. De bouw is ietsje neerwaarts, het kruis zou wat langer mogen zijn. De beenwerkers en de hoeven zijn goed. Iets meer kwaliteiten in het spronggewricht zouden we graag zien. De stap is ruim voldoende takt. In de draf zien we graag wat meer oprichting in het front en iets minder op de voorhand. Het paard krijgt geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Horse nummer 22 gets no invitation for the second round. It's already a star mare, and that's why she doesn't, because of the movement, is not good enough to have a second presentation. Paard nummer 23 is een luxueuze merrie met veel uitstraling, veel behang en ook mooie uitdrukking in het hoofd. De bovenlijn is heel goed, goede bovenlijn met mooie verhoudingen. Het beenwerk is ietsje gehoekt, heel droog.
De stap laat veel takt en ruimte zien en mooi ook souplesse in de rug. De draf is het beengebruik goed voor een achterbeen met veel activiteit. Zou nog ietsje meer oprichting mogen laten zien. Krijgt een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Horse number 23 gets an invitation for the next round. And is getting a first premium. Paard nummer 24, een paard met een goede opgerichte hals, goede rasuitdrukking, ietsje C-lijn in de halsvorm. De bouw is sterk, goede verbindingen, de beenwerk ietsje foos, zou ook wat meer recht kunnen staan in het voorbeen, staat iets Frans. Dus stap is voldoende takt, maar is ietsje stug, mist wat buiging in het spronggewricht. En in de draf heeft hij veel voorbeen, maar zouden we achter graag een wat meer elektrisch achterbeen willen zien. Dus dat hij wat meer buiging in de sprong laat zien. Dus vanwege de bewegingen, kwaliteit, kan hij geen ster worden. Horse nummer 24 is not getting star.
Paard nummer 25, een paard met veel front, heel goed rastype. De bovenlijn is sterk en met goede verhoudingen. Het beenwerk is iets gehoekt en ietsje correcter zou het kunnen op sprong. In de stap is die kort en we hebben hem veel tijd gegeven, maar het blijft eigenlijk kort, jammer. De draf heeft die goede momenten. Mist soms wat balans, maar heeft een mooi voor- en achterbeen. Maar vanwege de kwaliteit van de stap op dit moment wordt hij geen ster. Thank you.
Nummer 26. Een hengst met een enorm front, een lange hals, een lichte hoofd-halsverbinding. Goed in het rastype staand, met veel behang. Goede bovenlijn. Mooi lang kruis, lang voorbeen. En dan in beenwerk zien we graag wat beter, dus wat gehoekt. En zou ook wat droger in de gewrichten mogen zijn. In de stap is wel voldoende takt. Er zou iets meer mogen doortreden in het achterbeen. En dan zien wij een draf met zoveel schwung en schakelend vermogen dat hij vandaag ster wordt. Nummer 26 is Getting Star. Paard nummer 27, een paard met ruim voldoende rastype, veel behang en ook wel een klein hoofd, ietsje zware aanzet misschien. In de bovenlijn is hij ietsje week in de rug, verder wel correct in de verhoudingen. Dan hebben we de beenwerk, zou ietsje droger mogen zijn in de stap, is met ruim voldoende takt en ook ruim voldoende ruggebruik. En in de draf laat hij veel buiging en zweefmoment zien. En vanwege de goede draf wordt hij ook ster. Nummer 27 is Getting Star.
Paard nummer 28. Paard met veel opzet, lange hals, klein hoofd, een ietsje zware opzet. De bovenlijn is ietsje neerwaarts en het kruis had iets langer gemogen. Kwaliteit beenwerk zien we graag minder gehoekt en ook wat droger in de sprong. De stap is wel voldoende met takt, maar is iets gehaast. Maakt de stap op dit moment niet helemaal af. Hij draaft wel met veel ruimte, maar door kwaliteit beenwerk en de stap wordt hij geen ster. Sorry. Number 28 is not getting star because of quality of feet and legs and the walk. Paard nummer 29. Paard nummer 29 heeft in zijn hele presentatie een vlieg. Heeft in zijn hele presentatie veel spanning. Dat zie je, steeds ontwijkt hij het en wat zuur in zijn orenspel. En ook in zijn beweging is hij er nog niet helemaal. In de bovenlijn is hij ietsje week. Maakt ook een iets beknopte indruk. Het beenwerk is voldoende droog. De stap is wel ruim, soms wat wiebelend in zijn kruis. In de draf zouden we graag meer ontspanning, meer ruggebruik
en ook meer sprong willen zien. Vanwege ja, de bouw en de draf wordt hij geen ster vandaag. Nummer 29 wordt geen ster. No star. Paard nummer 11, ja, een luxe verschijning, zal nog wel wat meer bespiering op de rug kunnen krijgen, maar het is nog een jonge merrie en ook flink aan de maat. En de kwaliteit van de stap en de draf heeft ons overtuigd dat ze voorlopig kroon mag worden.
Paard nummer 23, Luxe Mary, met een hele goede bovenlijn, die ons zeer aanstaat. Ook goede kwaliteit beenwerk in de stap. Overtuigde hij ons ook met veel tact en ruimte. De draf zouden we graag zien dat hij wat meer oprichting liet zien en ook iets meer dragend vermogen. Maar door de kwaliteit van de bovenlijn en de stap wordt hij voorlopig kroon. Nummer 23 is getting professional crown. Professional crown, nummer 23. So, this was the end of a good and curing at a beautiful place of Age Okkema. We waren blij dat we binnen konden keuren. Buiten was het erg nat. Rest ons nu te melden dat de volgende keuring zal plaatsvinden op 14 juli bij Stal Chardon in Jorwert. Dus 14 juli, Stal Chardon Jorwert. Dank jullie wel voor de aandacht en tot ziens.